Midden in de Indische Oceaan, zo'n 800 kilometer ten zuidwesten van Sri Lanka, ligt het tropische eilandenrijk de Malediven. Van noord naar zuid is het Riftplateau 900 kilometer lang. Het huisvest de grootste verscheidenheid aan tropisch zeeleven van dit deel van de wereld. De beruchtste bewoners zijn de haaien. Na een reistijd van 14 uur landen we op Felana Airport. De bevolking, die voornamelijk van de visvangst leeft, is een mengeling van Afrikanen, Arabieren en Indiërs. De duizenden zeilboten, gemaakt van inheems hout, vormen nog steeds het vervoer tussen de eilanden. De Malediven bestaan uit 26 atollen en 1190 koraaleilanden, waarvan 200 eilanden bewoond zijn. Ze beslaan een oppervlakte van 90.000 vierkante kilometer. De volgende dag installeren wij ons aan boord en gaan op weg naar Langkan Manta Point. Een van de mooiste taferelen die je onder water gade kunt slaan, is dat van de mantarog. Manta, ook wel duivelsrog genoemd, kan een spanwijdte van meer dan 5 meter bereiken. Ondanks hun angstaanjagende uiterlijk, zijn ze ongevaarlijk voor de mens. Hun voeding bestaat uit plankton, kril en kleine visjes die ze uit het water filteren. Ze brengen in tegenstelling tot andere roggen hun jongen volledig ter wereld. Ze doen er 6 tot 8 jaar over om volwassen te worden. Het matengezicht wordt veroorzaakt door plankton. Het is dan ook niet verwonderlijk dat grote aantallen mantaroggen hier komen fourageren.
Je blijft je verbazen hoe deze vriendelijke, elegante dieren zich verplaatsen. Je mand is aan het opplaatsen. Ja, meneer. Ik ga het even zoeken. Laat eens even zien. Na een tocht van zo'n 2 uur komen we op Rajdu aan. Dit is waarschijnlijk. Dit hier een kanaal. Kanaal tussen Rajdu en dit kleine eilandje. En in dat kanaal heb je aan de buitenkant een drop-off. 400 meter. Dan heb je een soort twee pinnacles. Met daartussen een boog, een rif. Heel mooi, aan de buitenkant drop-off. Dan heb je een rif en aan de binnenkant zand. Je hebt hier een grote zandplaat.
hier via een rif wat het kanaal inloopt en een rif wat het dwars opstaat. En dit stuk ook rif, maar dit is allemaal dood. Het is het minst interessante deel van de duik. Ik heb een GPS-punt wat ongeveer hier ligt. Hier langs dit puntjes, soms slaat het aan de binnenkant. Ook kans op roggen, soms eagle-rays. Soms eagle-rays in een grote formatie van 10, 12 eagle-rays. Soms ook losse die bijvoorbeeld hier op het zand aan het eten zijn. Ook Napoleon, schildpadje. Boven op de rift hier ook kans op bladvissen. Geel? Ja. Heel, heel goed, ja. Waar je ook moet opvallen, want ze zijn zo moeilijk te vinden. Stuiderwand met een klophof, een rif, zand. Aan deze kant net iets onder de rand. En als het bijna niet stroomt, dan kan je dit gewoon duiken. De diversiteit aan zeeleven is hier bijzonder groot. Vele vissoorten, zoals deze snappers, komen in zeer grote aantallen voor. Het gewirwar van lichamen maakt het voor rovers tamelijk moeilijk om zich op één exemplaar te concentreren. En zo biedt de school bescherming tegen rovers. Want wie zich alleen in open water begeeft, heeft weinig kans op overleven. Baaienkoralen, ook wel gorgonen genoemd, vind je in verschillende groottes en kleuren. Ze kunnen een gigantische afmeting van wel 3 meter bereiken. De meeste gorgonen voeden zich 's nachts, als ze met hun piepkleine tentakels de stroom aftasten, op zoek naar plankton.
Kleur is uiterst belangrijk onder water. Een octopus is in werkelijkheid geen vis, maar een weekdier. Ze zijn meester in camouflage. Ze kunnen plots van kleur en structuur veranderen en zo opgaan in de achtergrond. Ook zijn ze buitengewoon intelligent. Een bijzondere eigenschap van de octopus is dat dit dier 3 harten heeft. 1 hart voor het pompen van het bloed door het lichaam. En de andere 2 harten worden gebruikt om het bloed naar de kieuwen te pompen. Het voedsel bestaat voornamelijk uit vis, krabben en weekdieren die ze met zuignappen vangen. En dankzij hun uitstekende schutkleur kunnen ze ongezien dicht bij hun prooi komen. De schorpioenbladvis is een perfecte jager. Door als een blad heen en weer te wiegen, bedriegt hij zo zijn slachtoffer. Als een vis binnen zijn bereik is, wordt de prooi bliksemsnel opgeslokt. Zijn zelfverdediging bestaat uit gifstekels. Camouflage is dus zeer belangrijk onder water. Ook een vuilvis past zich uitstekend aan in zijn omgeving. Datzelfde geldt ook voor de fantastische schutkleur van deze grote zeebaars. Keizersvissen zijn voortdurend bezig met het grazen van algen. Deze prachtige keizersvis leeft solitair en is vrij zeldzaam. Ze kunnen 38 centimeter lang worden. Zijn voeding bestaat uit algen, sponsen en allerlei soorten polypen. De grootste lipvis van de zee is een Napoleonvis. Deze zeldzame bedreigde vis draagt nog zijn jeugdkleed. Hij voedt zich vooral met weekdieren. Volwassen exemplaren worden 190 kilo zwaar en bereiken een lengte van 2,40 meter.
Good food, cookie. Thank you. Very nice. We enjoy it every day. Chicken. Chicken souffle. Chicken souffle. Chicken in the basket or chicken in the basket? Chicken basket. Chicken in the basket. Yes. So are you preparing the lunch for today? Yes. It's quite difficult, eh? Such a small kitchen. Yes. De verlichting van de boot, dat plankton aantrekt, zijn ideale omstandigheden voor de mantarog. Remora's, die vaak met manta's meezwemmen, hebben op hun kop een soort zuignap. Ze zuigen zich vast en liften zo zonder veel inspanning met de rog mee. Dat doen zij omdat de vissen zelf geen zwemblaas hebben. Tegelijkertijd profiteren zij ook van het voedsel wat zijn gastheer opzoekt. Remora's zwemmen ook vaak met andere grote dieren mee, zoals zeekoeien, soms met schildpadden en vooral met walvishaaien. Er zijn zo'n 8 verschillende soorten bekend. Nadat het zware anker weer aan boord is getild, vervolgen we onze reis naar het zuiden.
Deze Japanse vistroller, die afgezonken is in de jaren 70, is ruim 30 meter lang. Een gezonken wrak wordt al snel door verschillende vissoorten bevolkt. Het levert zijn bewoners niet alleen voedsel, maar ook onderdak. Zo vormen scheepswrakken een perfecte schuilplaats voor allerlei diersoorten. Het wrak, dat inmiddels prachtig begroeid is, herbergt een verbazingwekkende verscheidenheid aan tropisch zeeleven. Glasvissen bevolken in grote aantallen het wrak. Ze moeten constant op hun hoede zijn voor roofvissen, zoals deze rode zeebaars. Door dicht bij elkaar te blijven, zijn ze beter beschermd. Soldatenvissen zijn nachtdieren en houden zich overdag schuil. Tijdens de schemering komen ze tevoorschijn en gaan op zoek naar voedsel. Koraalduivels zijn voortdurend op zoek naar prooi en zijn het actiefst tijdens de avondschemering. Vreemd genoeg is open tropisch water juist arm aan levensonderhoudende organismen. De wateren rond een koraalrif zijn daar gelukkig een uitzondering op. Met die enorme overlevingsdrang dragen al die soorten bij tot de rijkdom van het rif. Dit wrak is niet voor niets een van de mooiste duikspots van de Malediven geworden.
We kunnen maar niet genoeg krijgen van dit schitterend begroeide wrak. Na een blik op onze meters moeten we helaas dit prachtige begroeide wrak verlaten. Bovengekomen is het weer totaal omgeslagen. Na enige tijd is de zee wat rustiger geworden en kunnen we onze tocht naar het zuiden voortzetten. Na 3 uurtjes varen komen we eindelijk op onze verste bestemming aan. Ja.
de rest gaat het wel goed zo met jullie deze week? Voor de rest gaat het helemaal goed. Ja. Ze zegt net tegen me, ik voel me net een oud meid. Ja. Ja. Nou ja, Jeroen, het zijn jouw woorden. Nee, dit zegt ja, zij, hè? Oh, oké, okay. Ja, maar jij herhaalt het, Jeroen. Maar we gaan nu genieten van de mooie zonsondergang. Ja. Dus, dat zou ik zeggen. Ja. Dan zal ik jullie niet langer ophouden. Twee nou, ja, je mag erbij komen zitten, Wim. Twee tortelduifjes. De volgende morgen staat ons iets bijzonders te wachten. Zo, goedemorgen allemaal. Goedemorgen Jeroen. Eerste duik zit er alweer op. Eet smakelijk. Ja. Heb je omeletje al besteld? Ja, ik neem dit keer sla ik even over. Oh, oké. Okay. Omeletje. Maar het ziet er wel goed uit. En de kamers zijn weer opgeruimd. Nou, wat dan? T-shirtje gewassen. Nee. Of gevouwen. Nieuwe handdoeken. Ja, helemaal goed. Gewoon lekker eten. Ja, dus is het week tegenaan. Bed opgeschud. Zo is het. Bed opgeschud. Klaar voor de walvishaai. Zien jullie al wat? We gaan een walvis halen. Stingray. Ja? Stingray. Na een aantal keren op en neer gevaren te hebben, spotten we eindelijk een walvishaai. Een walvishaai is een haaiensoort en is de grootste vis van de wereld. Een volwassen exemplaar kan een lengte van 14 meter bereiken. De vrouwtjes zijn gemiddeld groter dan de mannetjes. Hun gewicht ligt tussen de 12 en 15.000 kilo. Walvishaaien zijn ongevaarlijk voor de mens. Ze eten plankton, kril en kleine vissen. Walvishaaien zijn trage zwemmers en zijn pas rond hun 30ste geslachtsrijp.
Helaas worden ze in vele gebieden waar deze vis voorkomt door jacht met uitsterven bedreigd. We varen richting het oosten en komen langs het eiland Fulidu, dat zich in het meest visrijke deel van de Malediven bevindt. Veiligheidsregels zijn er niet voor een rif. Maar grootte zegt op zichzelf niets. Want sommige van de gevaarlijkste dieren zijn juist klein. Deze schorpioenvis, die door vorm en kleur helemaal in zijn omgeving opgaat, is hier een voorbeeld van. De scherpe, giftige stekels op zijn rug beveiligen de vis afdoende tegen zijn vijanden. Een ander gevaar voor de mens zijn de indrukwekkende koraalduivels. Door hun bijzondere uiterlijk lijken ze voor de vissen op takken koraal en kunnen door een nietsvermoedende vis naderbij komen en bliksemsnel opgeslokt worden. De ondergrond van het rif bestaat voornamelijk uit hard koraal. Wonderlijk genoeg is het hele systeem opgebouwd uit miljoenen minuscuul kleine organismen. De meeste zijn niet groter dan een speldenknop. In de 200 miljoen jaren van hun bestaan hebben deze dieren een gecompliceerde relatie opgebouwd met de eencellige plantjes, de zo ook xanthellen. Dat zijn algen die met miljarden in de koraalpolypen groeien en zich voeden met het afval van hun voedsel. Door fotosynthese produceren ze de zo belangrijke zuurstof. Zeekomkommers zijn echte bodemdieren. Met hun kleverige tentakels vangen zij plankton. Ook beschikken ze over gifklieren. Doopvondschelpen filteren het water door de in- en uitstroomopening en leeft van het plankton dat hij zo vangt. Doopvondschelpen komen in vele kleuren voor. Een tridacna-soort,
kan wel 140 centimeter groot worden en zo'n 250 kilo wegen. Zeesterren komen in verschillende variaties en kleuren voor. Sponsen kunnen vele vormen aannemen en lijken vaak op planten, hoewel het ongewervelde dieren zijn. Van alle dieren is de spons wel het eenvoudigst opgebouwd. Hun structuur bestaat uit meerdere cellen. Ze zijn dan ook de filters van het rif. De buitenkant van een koraalrif is niet alleen getooid met allerlei uitwassen, zoals sponsen, maar ook met zacht koraal, leerkoraal en allerlei waaiervormige takken. Het plantachtige zachte koraal doodt de steenkoralen en geeft het rif het aanzien van een weelderige tuin. Zachte koralen die op planten lijken, komen in de fraaiste kleuren voor. Ook leerkoraal is in verschillende vormen en variaties te bewonderen. Twee naaktslakken in een innige omhelzing. Ze komen in vele kleuren voor. Murenen houden zich schuil om bij de schemering op jacht te gaan naar voedsel. Buisalen zijn bodemvissen. Hun voedsel bestaat uit plankton wat ze uit het langstromende water plukken. Bij gevaar schieten ze achterwaarts snel hun hol in. Inmiddels is de schemering ingevallen en komen dieren van de nacht tevoorschijn. Verpleegstershaaien zijn ongevaarlijk. Het zijn rustige en niet agressieve dieren, maar ze zijn wel erg nieuwsgierig. Deze haaien hebben een lengte tussen de 2 en 3 meter. Grijze roggen zijn wel gevaarlijk. Ze hebben als verdediging een gifstekel aan het einde van hun staart.
We moeten deze dieren dan ook met ontzag benaderen. Een trekkersvis heeft een schuilplaats voor de nacht opgezocht. Poetsgarnalen zijn druk in de weer met een kleine murene. Zin, Bert? Ja, het lijkt wel, hè. Het weer valt tegen. Het einde is in zicht, hè? Ja, nog 2 dagen is aftellen. Maar als je dan terugkijkt op het geheel? Ja, nou, het was wel de moeite waard. Mooi. Ja, adelaarsroggen hebben, net zoals pijlstaartroggen, een giftige staartstekel. Ook zij voeden zich met garnalen, oesters en inktvissen.
De stroming die op dit rif heerst, is hier bijzonder. Volgens Bas, onze Nederlandse duiksafari-leider, komen op dit punt vaak meerdere haaien samen. Vandaag moeten wij het helaas met minder doen. Grote vissen komen op deze plaats het dichtst bij het rif. Het skelet van een haai is opgebouwd uit kraakbeen. Uit het water is het een lomp dier. Maar hier beweegt hij zich met een uitzonderlijk gemak en een zeldzame gratie. Er zijn zo'n 350 soorten haaien bekend. In tegenstelling tot wat we denken, zijn de meeste volstrekt ongevaarlijk voor de mens. Maar deze grijze rifhaaien kunnen wel gevaarlijk zijn. Tanden van haaien verslijten nooit. Een afgebroken tand maakt plaats voor een nieuwe. Vaak liggen grote aantallen haaien bij de doorgangen tussen de riffen te wachten op vis die met de tij meekomt. Haaien blijven meestal buiten het rif. Haaien spelen een cruciale rol in de gezondheid van onze oceanen. Zoals eerder gezegd, kan de octopus zich uitstekend camoufleren. Deze voelt zich echter ontdekt en probeert wanhopig een veilig heenkomen te zoeken. In zijn laatste poging spuit de octopus een inktwolk en ontsnapt zo aan zijn belager. Sommige soorten verlaten de koraalformaties nooit en trekken zich bij onraad bliksemsnel in het rif terug. Deze nog jonge glasvissen blijven voor roofvissen dicht bij elkaar. Grote soorten verkiezen het open water, waar ze als school bescherming hebben. Elke soort lost die problemen op zijn eigen unieke manier op. De natuur heeft er alles aan gedaan om bij vele vissen de ogen, hun meest kwetsbare plek, te beschermen.
Let eens op de tekening van deze keizersvis. Door die zwarte streep valt het echte oog niet op. Een veel voorkomend verdedigingsmiddel zijn de staart- en rugvinstekels. Het zijn geduchte wapens, zoals bij deze doktersvissen. Hun verdediging bestaat uit een vlijmscherpe stekel aan weerszijden van hun staart. In opgerichte toestand vormen die een geducht wapen waarmee ze diepe snijwonden kunnen veroorzaken. Een van de prachtigste is de zeilvin doktersvis. Deze vleermuisvis heeft een nog grotere zeilvin. Het rif heeft zijn eigen reinigingsdienst. De poetsvis is de schoonmaakspecialist en ze voeden zich met de parasieten waar andere vissen zo'n last van hebben. Deze plataks, ook wel vleermuisvis genoemd, krijgt een uitvoerige inspectie. Ook deze diklipvis krijgt een behandeling. De poetsvis heeft het er maar druk mee. Het is een komen en gaan van verschillende vissoorten. Deze bijzonder mooie vissoort kom je niet elke dag tegen, want hij is dan ook vrij zeldzaam. Ook zij geven zich over aan de schoonmaakbeurt. Deze juffervis leeft solitair en verdedigt fel haar territorium. Ze schuwt er zelfs niet voor om een veel grotere indringer, zoals een schildpad, te verjagen. De karetschildpad is een bedreigde diersoort en was in de jaren 60 bijna uitgestorven. Zeven verschillende soorten komen voor op onze planeet. Het menu van karetschildpadden bestaat voornamelijk uit het eten van sponsen. De snapper is een echte rifbewoner. Er zijn zo'n 100 soorten bekend. Ze komen in verschillende groottes voor. Scholen zoals deze soort kunnen wel uit 2000 vissen bestaan. Hoe meer de biologen te weten komen over gedragspatronen van de dieren op het rif, des te ingewikkelder blijkt deze leefgemeenschap te zijn. Thank you.
Het ontstaan van de Malediven is betrekkelijk jong. In de vorige ijstijd was de zeespiegel veel lager. Toen was het hele gebied land. Na de ijstijd steeg de zeespiegel en zo ontstond het gebied wat we nu kennen. Dankzij dit meesterwerk van de natuur zijn er prachtige koraalriffen en atollen ontstaan. Voor ons duikers een geluk dus. Het Koudagiri-wrak is een decennium geleden tot zinken gebracht. In het schijnsel van de filmlamp zijn deze jonge Antiasvissen net ijskristallen. Roofvissen zijn dan ook voortdurend in de weer om ze te verschalken. De vissen moeten dus constant op hun hoede zijn. Het Koudagiri-wrak, dat 68 meter lang is, is gezonken naar een diepte van 31 meter. Het ligt aan de voet van een onderwaterrots, waar het soms behoorlijk heftig kan stromen. Het binnenste van een wrak is het meest belangrijke deel. Daar leven de bacteriën en duizenden zeediertjes. Jonge vissen die daar geboren worden, leven daarvan. Zo zijn wrakken broedkamers voor talloze vissoorten geworden. Ook vlindervissen zijn voortdurend op zoek naar algen en poliepen. In deze wateren leven wel zo'n 30 soorten.
Het wrak, dat inmiddels behoorlijk begroeid is, wordt vaak door allerlei grote vissen bezocht. Een papegaaivis voelt zich tijdens het grazen niet helemaal op zijn gemak en zwemt haastig weg. Het koraalrif kent vele dieren die de rol van gastheer vervullen. Het meest interessante aspect van de ecologie van een rif is het verschijnsel symbiose. Dit is de samenwerking van twee levensvormen tot wederzijds voordeel. De giftige tentakels van een zeeanemoon zijn voor de meeste vissen gevaarlijk. Behalve voor de clownsvis, die voelt zich er echter prima thuis. Het slijm op zijn huid belet de activering van de netelcellen in de anemoon. Maar welke baat heeft de anemoon hierbij? In ruil voor bescherming lokt de clownsvis andere vissen binnen het bereik van de dodelijke tentakels. Als het vrouwtje sterft, verandert het mannetje van geslacht en zoekt een nieuw mannetje om de familielijn voort te zetten. Huisvestingproblemen komen ook voor. Als familie leven ze dan noodgedwongen in één anemoon. Tandbaarzen kunnen vrij groot worden, waarbij een lengte van 2 meter en een gewicht van 180 kilo geen uitzondering vormen. Deze vrij zeldzame schoonheid is een koffervis. Zijn lichaam bestaat uit harde gepantserde platen. De egelvis houdt zich vaak verborgen in holen en spleten. Bij gevaar kunnen ze zich met water oppompen. Ze zien er dan vervaarlijk groot uit en hun aanvaller bedenkt zich wel 2 keer om zijn stekelige hapje op te eten. Kogelvissen hebben hetzelfde vermogen als de egelvis om zich ter verdediging met water op te pompen. Het zijn trage vissen en wordt bij vele soorten gecompenseerd door een uitstekende camouflage. Leuke theorie, maar hoe rijm je daar deze opvallende lichte kogelvis mee? Hier zien we iets bijzonders. Een spitssnuit kogelvis. Deze kleine soort kom je zelden tegen. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit kril, algen en schaaldieren. De trekkervis heeft zijn naam te danken aan een stekel op zijn rug. Bij gevaar zet hij zich met die stekel muurvast in het koraal en is dan met geen mogelijkheid uit zijn schuilplaats te krijgen. Een van de mooiste leden van deze familie is de luipaard trekkervis.
trekkersvissen bijten zonder moeite stukken koraal weg om bij hun voedsel te komen. Het voedsel bestaat voornamelijk uit schaaldieren en kreeftachtigen. Tijdens de broedperiode is deze grootste soort erg agressief tegen alle vissen. Zelfs duikers zijn dan niet veilig. Deze twee rifhaaien worden in hun rust gestoord. In de nachtelijke uren is deze soort zeer actief. Vaak jagen ze in groepen om slapende vissen te verrassen. Grotten zijn perfecte schuilplaatsen voor allerlei dieren. Deze grijze rog heeft zich in een grot genesteld. Het dier voelt zich echter door de filmlamp niet op zijn gemak en besluit er toch maar vandoor te gaan. Nieuwsgierig begeleidt een school antiasvissen de rog naar de uitgang.
zijn we aan het doen, Piet? Flesjes zijn gewoon verrot hier zo. Flesjes zijn verrot? Ja. Allemaal oude luik. Heb je een werkbon gemaakt? Staat er druk bij bezig, hoor. Je hebt er overal verstand van ook, hè? Er wordt gewoon een weekje langer op deze trip. Hij is wel leeg, hoop ik, hè? Diepe duik. Een fotootje maken af en toe. Heb jij geen last van, hè, Piet? Ik heb helemaal geen last. Heb jij nog een duik overgeslagen deze vakantie? Nee, dat doe ik. Die staat niet op mijn agenda. Traditioneel gezien sla je er nooit één over. Geen één. Geen één. Na een vaartijd van 2 uur komen we bij Stingray City aan. Grote aantallen vissen komen naar dit eiland wegens visafval wat hier in zee wordt gedumpt. Schole wimpelvissen fourageren voordat het nacht wordt nog naar voedsel. Lampen die op de wal staan trekken vele vissoorten aan. Zelfs vissen van de dag zijn nog steeds actief. Deze op zijn kop staande trompetvis is een nauwe verwant van de fluitvis. Een onvriendelijk uitziende murene heeft niet zo'n geweldige reputatie en wonen meestal solitair. Maar hier leven verschillende soorten gebroederlijk naast elkaar. Hun uiterlijk doet agressief aan. Het stikt hier werkelijk van de murenes. Sommige soorten bijten soms. Want ze hebben een zeer slecht gezichtsvermogen. Er komen op de riffen meer dan 100 soorten voor. Ook remora's hebben soms last van parasieten. De ruwe huid van de rog doet uitstekend dienst om er eens lekker tegenaan te schuren. Wel grappig. Deze murene, die op een slang lijkt, kom je maar zelden tegen.
Door lantaarns die op de wal staan, zijn allerlei vissen van de dag nog steeds actief. Zoals deze fraai uitziende kogelvis. Ook een egelvis heeft blijkbaar geen slaap en blijft zoeken naar iets eetbaars. Dankzij deze dumpplaats is deze locatie bijzonder geworden. De volgende dag zijn we op weg naar onze laatste bestemming. We sluiten deze geweldige reis af waar we begonnen zijn. Bij Manta Point. Het is toch fantastisch om deze vriendelijke en ongevaarlijke reuzen nog eenmaal te ontmoeten. Ze zijn erg geliefd, zowel bij duikers als fotografen. Het is tastbaar en jammer genoeg dat deze prachtige dieren met uitsterven worden bedreigd. Sommige landen nemen het niet zo nauw en er wordt illegaal jacht op ze gemaakt. Roggen zijn extreem kwetsbaar omdat ze er lang over doen om volwassen te worden en maar weinig jongen voortbrengen. Het is maar de vraag of toekomstige generaties nog van dit soort taferelen kunnen genieten. De natuur onder water houdt hier een kwetsbaar evenwicht in stand. En stelt het bestaan voor iedere vis voor dezelfde problemen. Ze moeten eten en ze moeten zien te ontkomen aan belagers. En zo laten we een wonderlijke wereld achter. En als wij mensen er met zorg mee omgaan, hoeft hier ook nooit een einde aan te komen.
De wereld onder water is beslist een van de kleurrijkste leefgemeenschappen van het hele dierenrijk.